Goedemorgen, kijk naar de weerswachting van Weerplaats.nl. Op de satellietfoto van iets voor 8 uur zien we nog veel bewolking boven het noordoosten. Dat is het bewolkingsgebied waar de behoorlijke regen uit viel vannacht. Die regen trekt naar Duitsland weg. En dan hebben we later vanochtend opnieuw te maken met enkele buien die vallen verspreid over het land. En tussendoor zijn er ook droge perioden en dan kan de zon even doorbreken. Geldt ook voor vanmiddag. Waarschijnlijk neemt de buigheid dan iets verder af. Dus slechts een enkel buitje, ook van tijd tot tijd zon en een temperaturen van de 18 tot 20 graden. Vanavond verwacht ik vanuit het westen weer wat meer buien. Met opnieuw een kleine kans op onweer in het noorden. Er waait vandaag een stevige wind. Boven land 3 tot 4 boven voor az 5 à 6. Morgen is de wind wat rustiger, maar er vallen wel weer buien, vooral in het noorden van het land. In het zuiden is het grotendeels droog en daar wordt het ook het warmst, rond de 20 graden. Maandag, hoogste temperatuur in het noorden van het land, dan heeft Zeeland juist de grootste kans op regen. En dinsdag, woensdag wordt het eindelijk overal warmer, woensdag wordt het 24 tot 28 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.